Oké. Het gaat niet groter worden dan dit. En soms heb je van die momenten dat je net iets groter denkt. Terwijl je dus eigenlijk maar dit nodig hebt. Voorlopig blijf ik dus wel eventjes in deze tuin, want de schuur staat hier. En ik heb dus in deze schuur nog genoeg om nog uit te breiden, want er kunnen zo'n 2100 planten in met nog uitbreidingsmogelijkheden naar 2400 planten. Kijk, ik heb hier een plattegrond. Ja, de schuur is niet zo groot dan, maar hier staan een beetje stellingen op en hoeveel planten erin kunnen. En er is gewoon genoeg plek. Ja, en verandert er dan iets? Nou, voor jullie dus eigenlijk helemaal niks. Het is echt gewoon puur de schuur wat verplaatst wordt. De achterkant van de webshop die er iets anders uit gaat zien. Maar voor de rest blijft het gewoon hetzelfde. En hier verderop zit gewoon een supermarkt met gewoon een PostNL-punt. Dus ik kan daar zo alle pakketten heen gooien. Dus er verandert helemaal niks. Oké, nu is het tijd om de schuur in te gaan. Deze bakken, dat blijft dus gewoon nog hetzelfde. Deze bakken die hadden wij ook in die andere schuur staan. En daar zaten dan de planten in te kweken. Maar die kunnen dus ook makkelijk hierheen. Het is wel een hoop stellingwerk om het allemaal te bouwen en neer te zetten. Verlichting eronder, maar het kan dus gewoon. En omdat die bakken dus hetzelfde blijven, verandert eigenlijk niks aan het product. Er verandert niks aan de planten, niks aan de plantensoorten. Sterker nog, er komen meer soorten. Van niks aan de kwaliteit van de planten. Ze worden eigenlijk alleen maar beter. Want in deze schuur staat de zon. Verwarmt deze schuur dus. En door die warmte gaan die planten ook weer beter en sneller groeien. En omdat ze dus in deze bakken zitten, is het een stuk meer beheersbaarder. En is het een stuk makkelijker te onderhouden. Heb ik meer tijd over. Waardoor ik dus ook meer video's kan maken. Zoals deze hier nu in beeld. Dus abonneer als je van deze video's houdt. Want er komt veel meer aan. Ik heb elke dag tijd om te uploaden. En doei!